Kuipers. Opnieuw de linksback. Castillon levert in bij El Asnaoui. Nog altijd El Asnaoui. Nu weg vanaf die hoek. Nee, toch opnieuw die linkerkant. Castillon meldt zich voor de goal. Daar ook Lobotka. De eerste echt grote kans in deze wedstrijd. Dus voor de ploeg van Alfons Groenendijk via Lobotka. Eno volkomen vrij. Vrijgelaten door Otsu waarschijnlijk. Eno stuit op Balkenstein. Lobotka in de rebound en de goal voor een jong Ajax in de 7e minuut. Dit keer wel Lobotka. En met een beetje geluk. Eno dus als eerste. En daarna Lobotka via het bovenbeen van Balkenstein zo te zien. Waardoor Maempa kansloos is. En wat nu, Balkenstein? Via Fleuren, dan zal de kogel positie kiezen. Post. Joppen. Rijmering gaat. Rijmering verrast Kuipers. Rijmering voor de gelijkmaker. Nee, want hij stuit op de vuisten van Van der Hart. En goed, die reactie. De kogel. Joppen schakelt zichzelf in. Krijgt hem mee van Kruisen. Joppen zet de bond opzij. Passeert de bond nu. Komt hier de gelijkmaker. Nee. Wel een goede actie natuurlijk van die rechtsback Guus Joppen. Die terecht applaus krijgt. Otsu. Otsu. Daar zit Van der Hart nog aan. En zo krijgt VVV dus wel degelijk kansen in deze eerste helft. Maar leidt jong Ajax nog altijd met 1-0. Wolters doet het knap. Daar komt Rijmerink. Dat is Hens. Dat is Hens en dat is een strafschop. Manschot gebaard gelijk. Ja, te hoog met die hand. En die hand zat aan de bal. Van der Hart heeft een aantal goede reddingen verricht. Zit dus lekker in de wedstrijd. En zit er ook bij in die hoek waar de bal terecht komt. Maar zuiver en voor de keeper van Ajax te hard ingeschoten door de kogel die VVV naast Ajax zet. De kogel opnieuw, de kogel opnieuw en VVV op een 2-1 voorsprong. Ja, dat zijn mooie momenten voor deze spits. Zeker deze treffer op aangeven van Randy Wolters. Wolters met een prima aanname, kapt hem terug naar zijn linkerbeen en tilt de stand naar 3-1. Maar dit is Wolters, naar dat goede linkerbeen. En Van der Hart zit er wel met zijn hand bij, maar zit er met zijn hand niet vol achter. De bal wordt te hoog gegooid door Joppen. Toch Rijmerink en Wolters. Langs Dankerlui en de goal voor 4-1. Hij doet het weer. Hij doet het weer, Randy Wolters. En zo was het Leon de Kogel die de man van de eerste helft was. En zo is het Randy Wolters die die hoofdrol na rust voor zich opeist. Wolters, mooie paas op post met heel veel gevoel gegeven. En Turk met zijn eerste balcontact maakt er bijna 5-1 van. Hier gaat Vermeij langs Fleuren. Vermeij krijgt een kans op 4-2 en dat scheelt bijzonder weinig. Joppe, een zeer betrouwbare rechtsback op het randje van buitenspel. Vertrokken Rijmerink, Rijkomar voor de goal. Die hier natuurlijk stevig baalt, Rijkomar. Zo van, hallo, ik ben er ook nog, waarom geef je hem niet? Deze bal is vrij gemakkelijk te pareren. De paas van Turk. Is te belopen voor Rijmerink. Rijmerink
En de goal voor 5-1. Toch een goal van Prins Rijko Mar. Daar lijkt Dankerlui de klus eigenlijk te klaren. Maar toch komt die bal nog bij Rijko Mar. 5-1 hier in Venlo. Met een hoofdrol dus bij VVV Venlo voor Randy Wolters.